Sorry, ik was even afgeleid, want ik zie een fucking mug in mijn kamer. Good morning vanuit... Waar zijn we nu? Oh, het is groen. We zijn in ieder geval op weg naar Zandvoort, naar onze Favo-strandtent, namelijk Tijn Akersloot. Ja, gaan we lekker in de bak liggen. Ja, vorige keer waren we naar Noordwijk, naar Witzand. Nou, daar gaan we dus nooit meer heen. Dat was gewoon verschrikkelijk. Dat was gewoon een bejaardenclub. Ja, nee, helemaal geen leuk publiek. En met ploeters. Nee, ploerten. Ploerten bedoel ik. Ploeters. Ploeters. Ploerten, nee, ja. En we gaan eigenlijk al ons hele leven naar Tijn. Dus ja, dat moeten we gewoon doorzetten. Nou, ik ga letterlijk naar Tijn al vanaf mijn 15e, denk ik. Ja. Dus ik ben helemaal blij. Het is 27 graden. Ik heb mijn nieuwe bikini aan. Hè? Velour Everything van Pull & Bear. Zo leuk. En we gaan die hard tennen, maar we hebben ook het laptopje mee, want er moet natuurlijk ook gewerkt worden op de vrijdag. Oh my god, Mariah Carey, wat is er met haar gebeurd? Nou, die is keihard afgegaan met oud en nieuw. Wat dan? Heb je dat gemist? We zijn aangekomen op het strand. Wat heerlijk en zo grappig. We hadden dus gisteren gebeld om te reserveren. Het is gewoon helemaal leeg, zie ik nu. Oh my god, te chill. Nou, we liggen heerlijk in de bak. Het is hier windstil. Het is zo lekker. En we hebben meteen koffie besteld en sapjes. En life is good. Zo lig ik erbij. Laptopje, heerlijk. Oké, dit is echt de raarste overgang ever. Maar dit is real time. Dus dit is niet na het strand wat jullie net hebben gezien. Maar letterlijk gisteravond. Ik ben dus de vlog aan het editen, die vandaag online komt. En ik kom erachter dat we gewoon geen reet hebben gevlogd vorige week vrijdag. Maar echt helemaal niks. Gewoon letterlijk anderhalve minuut content en dat is het. We zijn gewoon naar het strand gegaan en toen hebben we gewoon de hele dag niet meer op het strand gefilmd. Daarna gingen we eten bij Noor, hebben we ook niet meer gefilmd. Dus dit was dan de laatste dagvlog en gelijk echt een kutvlog. Sorry voor dat. Maar ja, ik heb echt super veel zin in wat er allemaal komen gaat. We hebben deze week dus echt al lekker veel gevlogd. En laten zien zeg maar wat we in een week doen. En dat wordt dan volgende week komt dat online in een vlog dus. Sorry, ik was even afgeleid, want ik zie een fucking mug in mijn kamer. Oh, moet ik die ook nog eens gaan chasen, zo. In ieder geval, waar was ik? Oh ja, dus er komt een vlog van Vita online aanstaande dinsdag. En een vlog van mij aanstaande donderdag. Maandag komt er niks. Woensdag komt Tired Talk. Vrijdag komt... Zometeen! Oh mijn god, als jullie dit zien... Dan komt het dus vandaag komt de eerste Tiger Fashion Battle online. Hoe leuk is dat? Zo benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, ik vind het echt super leuk om te doen. En echt, ja, ik hoop dat jullie massaal gaan commenten. Maar dat begrijp je later wel. Als je de video ziet. Ik heb trouwens alle reacties gelezen over de veranderingen. En ik zag dat heel veel mensen het jammer vonden dat we niet meer dagelijks gingen vloggen. Begrijp ik wel, want ja, je wordt er dan toch mee wakker. Of je kijkt het na school, of je kijkt het elke avond. Zit dan een beetje in je routine. Dat was dus ook wel een lastig puntje waar Vita en ik mee zaten. Dat natuurlijk heel veel volgers gewoon het echt elke dag kijken. Maar aan de andere kant, het wordt nu gewoon zoveel leuker. En de mensen die ons echt al lang volgen, die weten ook gewoon... Hoe leuk die New York vlogs waren. En dat we gewoon echt alle leuke highlights laten zien. En dan ben je gewoon lekker... Ja, die vlogs gaan sowieso ook langer duren. Dus je bent dan gewoon lekker even zoet daarmee. En we doen er alsnog gewoon twee. Ja, van de één gewoon echt te weinig. Dus we doen er twee. En ja, we proberen dus die twee vlogs echt ook heel anders te maken. Dus dat is
nu echt een uitdaging ook. Want af en toe zeg ik tegen Fiet, ja hallo, nu ga ik vloggen en jij niet. En zij zegt dat ook tegen mij. Want ja, we willen natuurlijk niet op dinsdag en donderdag een soort van dezelfde vlog gaan uploaden. Dus daar zitten we echt bovenop. Dus die twee vlogs zijn wel echt heel anders. Ja, zeker. Oké, nou het is ook nu echt al 11:55 s'avonds. S'nachts. De video gaat over 6 uur online voor mij. En ik ga dus ook echt slapen nu. Morgen ook weer vroeg op. Mijn haar dus geverfd, hebben jullie wel kunnen zien op Instagram vandaag. Maar dat zien jullie allemaal volgende week. Het zit nu ook voor geen meter, zie ik. Oh my god. Oké, ik ga hem afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Een heel erg fijn weekend. Wij gaan zondag naar Ibiza. Dus volgende week gaan we lekker vakantievlogs maken. Zin in.